Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag hebben we de 5 beste Hanna en Dave momenten van onze tortelduifjes Hanna en Dave. En ik zou zeggen, we gaan ook gelijk beginnen. Even kort, je kunt ook natuurlijk laten weten wat jij het beste momentje vond. Misschien heb je wel een andere volgorde, laat dat dan maar weten. We hebben 5 stukjes te kiezen en daar gaan we dan met nummer 5. En dit is natuurlijk een best wel belangrijk moment in het leven van Dave en Hanna. En dat is het moment dat ze elkaar leerden kennen. Wie herinnert het zich nog? Daar gaan we dan. Hey, kijk uit! Oh, het spijt me. Het was niet expres. Gaat alles goed met jullie? Nou, heb je je pijn gedaan? Nee, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Ja, het gaat wel. Ja, ik ben alleen duizelig. Je had toch gezien dat we daar stonden? Je moet dan gewoon toch even zeggen dat je eraan komt. Nou, laat maar. Ik ben Hanna. We hebben elkaar nog helemaal niet aan elkaar voorgesteld. Hallo Hanna. En ik zei al, het spijt me echt. Hanna, ik snap je niet. Waarom ben je zo aardig tegen hem? Hij heeft ons verwond. Ik heb geen zin meer. Ik ga weg. Ach, Pia, die is soms een beetje raar. Ja, oké, ik snap het. Maar het was niet expres. Aangeef niet. Ik vind trouwens Playmobil Country heel leuk. Daar was ik op vakantie. Echt? Ja, daar heb ik heel veel paarden geaaid. Ik hou van paarden. Ja, ik vind paarden eigenlijk ook wel leuk. Mijn opa heeft er best wel veel. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Hoe moest ik dat dan weten? Nou, oké, nu weet je het. Mijn opa heeft veel paarden. Hoeveel? Ik denk 7 of 8. Oh, leuk. Nou, Hanna, hoe was het op school? Oh, best leuk. Was er nog wat nieuws op school gebeurd? Oké. Nou, we hebben een nieuwe leerling. Oh, een nieuwe leerling. Is die knap? Julian, laat dat. Haha, mama, ik denk dat Hanna verliefd is. Hanna is verliefd, Hanna is verliefd. Oh, was dat niet lief? Nou ja, goed. Gaan we nu naar nummer 4. En daar wordt het een beetje wilder, want... Nou, kijk maar wat er gebeurt met Hanna. Dave, die zit niet meer op de boomstam. Waar is die? Oh, daarachter met een ander meisje. Daar ga ik naartoe. Oh, die film heb ik laatst ook gezien. Ja, die is superleuk. Ja, die is leuk. Dave, ik dacht dat je op me zou wachten. Ja, dat doe ik toch. En wie ben jij überhaupt? Ik zit in je klas. Ik ben Marie. Nou, dat maakt me eigenlijk niks uit. Kom, Dave, we gaan. Oké. Ja, goed. Ik kom al. Doei, Marie. Hanna, wat is er met jou aan de hand? Ik dacht dat je mijn vriend was, Dave. Ja, natuurlijk, maar ik ben toch nieuw op school en ik ken toch amper iemand. Het is toch goed als ik wat nieuwe vrienden leer kennen, of niet? Het is toch niks tegen jou? Het is er aan de hand, Hanna. Waarom ben je zo raar aan het doen? Oh, laat me maar eventjes met rust. Ik wil even alleen zijn met Dave. Huh, ik snap er echt helemaal niks meer van. Wat is er aan de hand, Hanna? Ja, wat is er aan de hand? Weet je nog, in het ziekenhuis toen had je me nog gekust... Oké. En nu heb je gewoon een andere vriendin. Ik ga. Hè? Waarom huilt Hanna nu? Wat is hier mis? Ja, Dave. Ik geloof dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn met andere meisjes. Ik denk dat Hanna dat niet zo leuk vindt. Maar ja, goed. We gaan verder met momentje nummer 3. En... Ja, wie je ook niet tegen moet komen, dat is Julian. Die reageert soms ook een beetje raar op nieuwe vrienden. Nou ja, goed. Kijk maar. Kom, Hanna. Julian. Kom nou, er is iemand die ik niet wil zien. Hanna, waarom verstop je nou? Kom eens hier. Ho, wacht. En jongen, wat heeft hij dan gedaan? Niks. Ja, heeft hij geschopt? Was hij gemeen tegen je? Nee, ik wil hem gewoon niet zien. Hoe heet hij? Heb ik dat goed gehoord? Was dat nou Hanna? Misschien is dat wel Hanna uit mijn klas. Die is best aardig. Nee. Bedoel je die daar? Hey, jij daar. Bedoel je mij? Ja, jou bedoel ik. Ja, kom eens hier. Zeg, ik heb gehoord dat je gemeen was tegen mijn zus. Klopt dat? Je zus? Wie is je zus dan? Ja, je weet prima wie ik bedoel. Hanna, mijn zus. Je was gemeen tegen haar. Je hebt haar vastgeschopt, hè? Oh, Hanna. Nee, Hanna is hartstikke aardig. Wacht maar. Ik leg de ballon even weg. Oh nee, nu is mijn ballon weg. Oh. Nou,
nu word ik echt boos. Julian, hou op. Dit is niet leuk. Dat was mijn ballon. Doe nou rustig. Nou, dit was mijn ballon. Geef mijn ballon terug. Het was jouw schuld. Hé, hou eens op allebei. Waarom hebben jullie ruzie? Nou, deze Dave. Door hem is mijn ballon weggevlogen. Ja, die moet je ook vasthouden dan. En anders dan vliegt hij weg. Oh, dat wist ik niet. Het spijt me, Dave. Ja, Dave, dat is mijn kleine broertje Julian. Die heb je dus leren kennen. Het spijt me echt heel erg dit. Het was echt stom net. Ah, geef niet. Als iemand gemeen zou zijn tegen mijn zus, zou ik ook zo reageren. Geen probleem, Hanna. Ik heb nog wat geld over. Misschien kunnen we wel een ijsje kopen. Wil je meegaan? Man, Julian. Oh. Nou, dan gaan we nu verder met nummer 2. En dit momentje is gewoon heel erg lief. En ja, dit was in het ziekenhuis. En velen van jullie weten het waarschijnlijk al. Dat was een bijzonder moment voor Hanna en Dave. Nou, ik zal niet te veel verraden. Kijk maar. Oh, ik was alleen omdat ik hier alleen op mijn kamer zit. Oh ja, nou dan komt het goed uit dat ik langskom. Hé, ik heb ook bloemen voor je. Maar ze zijn niet zo mooi, denk ik. Nee, ik weet niet of je ervan houdt. Oh, natuurlijk vind ik dat mooi. Leuk dat je er bent. Ja, geen probleem. Zal ik ze op het bed leggen? Ja, of in de vaas? Oké. En Dave, hoe is het op school zo zonder mij? Zonder jou heel stom, maar verder zoals school is. Ja, het enige goede, dat zijn de pauzes. En zijn jullie al begonnen met een nieuw hoofdstuk wiskunde? Nee, volgens mij heb je nog niks gemist. Dus als je terugkomt, dan komt dat wel goed. Je haalt vast wel weer een 10. Ik moet nog 2 dagen hier blijven. 2? Dat is stom. Dat betekent dat je dan nog later naar school komt. Ja, volgende week pas. Kan ik je thuis nog bezoeken? Natuurlijk. Oh, ik ben zo blij dat je me bezoekt, Dave. Ah, nu gaat het gelijk al een stuk beter. Het is gewoon zo leuk met jou. Oh, nee. Nu is ze ook nog hier in het ziekenhuis bij Hanna. Hij pakt mijn beste vriendin af. Ze zijn zo met elkaar bezig dat ze helemaal niet merken dat ik er ben. Ik kan het echt niet meer uitstaan. Nou, ik ga er vandoor hoor. Hanna heeft toch geen tijd voor mij. Dus ja, Dave is echt een doorn in het oog. Ik moet er echt wat aan doen. Ik laat toch niet zomaar mijn beste vriendin afpakken? Hanna, ik moet nu weg. Ik heb mijn mama beloofd dat ik om 6 uur weer thuis zou zijn. Wacht, ik sta even op. Ik breng je wel naar de deur. Bedankt dat je hier was, Dave. Oh, geen probleem. Maar je hoeft niet tot aan de deur mee te lopen. Ik wens je veel beterschap. Mwah. Oh my god. Dave heeft me gekust. Oh. Ja, best wel lief. Best lief, zou ik zeggen. En dan gaan we nu naar de absolute highlight, nummer 1. En ja, vergeet natuurlijk niet om na nummer 1 te stemmen wat je favoriete moment was van de familie Vogel en vooral van Hanna en Dave. Laat het maar weten in de reacties en daar gaan we dan nummer 1. En ja, dat gebeurt als je bij de familie Vogel op bezoek bent. Je hebt gewoon geen rust. Ja, hallo meneer Vogel. Oh, noem maar Martin. Oh, hallo Martin. Ja, ik laat jullie wel alleen. Ga maar lekker huiswerk maken. We zien elkaar bij het eten. Hanna Bijtje? Dat is een leuke naam. Ik vind hem helemaal niet leuk. Het is een beetje gênant. Nee, dat is niet gênant. Het is gewoon een koosnaampje die je vader heeft verzonnen. Ik noem je niet zo. Ja, dat doe je maar beter niet. En Dave, volgens mij heb je mijn hele familie nu al leren kennen. Ik kan alleen maar blij zijn dat Julian er vandaag niet is. Hallo Hanna Bijtje. Zeg, voor je weer zelf gesprekjes of... Hé, hey, Dave is er. Oh, Julian, je bent echt vreselijk. En nou ook nog jij. Ik heb echt de ergste familie op de hele wereld. Niemand die kan ons eens een keertje met rust laten. En je hebt nooit eens een keertje privacy. Dave, alles goed? Ja, prima. Julian, en met jou? Ja. Nou ja, goed. Ik geloof dat het hier niet zo gezellig is. Ik ga er weer vandoor. Doei, Dave. Doei, Hanna. Of moet ik zeggen, Hanna Bijtje. Oh, het spijt me, Dave. Het is altijd zo'n theater bij ons. Oh, dat geeft niet. Bij ons is het altijd heel rustig. Ik vind het wel leuk. Hier is altijd wat aan de hand. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Ah, maar ik ben gewoon graag alleen met jou. Weet je nog, in het ziekenhuis?
En op school dan worden we ook voortdurend lastiggevallen. Dave, heb je misschien ook nog zin om me nog een keer te kussen? Ja, natuurlijk, geen probleem. De worstjes zijn klaar! Oh, mama. Ja, Hanna, dat komt wel goed allemaal met jullie. Wat vinden jullie van de 5 beste momentjes van Hanna en Dave? Laat het maar weten in de reacties. Stem ervoor, dat weten jullie wel. En als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog voor de video. Abonneer je ook op het kanaal en klik ook dan even op het klokje. Dan krijg je altijd een berichtje, ook wanneer er weer iets nieuws gebeurt tussen Hanna en Dave. Nou, abonneren en tot de volgende keer.